Minister, maar de levens van onderwijs en cultuur vindt veiligheid het belangrijkste aspect voor de herstart van het onderwijsproces. Volgens de bewindsvrouw moet deze veiligheid gegarandeerd zijn voor zowel de leerkrachten en de leerlingen als de ouders. Dit haalde Levens aan bij het kabinet van de vicepresident, waar de Raad van Ministers vanmorgen bij elkaar is gekomen. Voor de herstart van het onderwijs moet er met een aantal zaken rekening worden gehouden, zoals het openbaar vervoer, zegt Levens. Volgens de minister wordt er hard aan gewerkt dat de scholen op 1 september hun deuren weer kunnen openen. Wat het binnenland betreft heeft de bewindsvrouw een speciale commissie ingesteld om de achterstand in te lopen. De veiligheid vind ik het meest belangrijk. Belangrijker. Er moet water zijn. De toiletten moeten schoon zijn, ze moeten werken, het schoolerf moet schoon zijn. En er zijn een heleboel veiligheidsvoorschriften en die willen we naleven. De afdeling binnenland, dat is een van de dingen die ik ga voorstellen in de Raad van Ministers, is dat de afdeling binnenland opnieuw wordt ingesteld. Mm-hmm. Want de problemen zijn werkelijk heel verschillend van de stad. En je ziet, er is weer een achterstand ontstaan in het oosten. Dus daar ben ik mee bezig van hoe gaan we dat zodanig aanpakken dat die kinderen mee kunnen. Ook al hebben ze een achterstand, ze moeten mee kunnen. En ik heb een speciale groep daarvoor ingesteld. Geweldig. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid, die we ook hebben gesproken, vraagt ten aanzien van COVID-19 dat de samenleving wat geduld betracht. Binnenkort zal er informatie worden verstrekt voor wat betreft de samenstelling van het COVID-19 management team en de aanpak van het virus. Hij zegt dat alle zaken eerst op orde gesteld moeten worden, alvorens daartoe kan worden overgegaan. De instanties die belast zijn met de beheersing van COVID-19 zijn in stelling. Daarover hoeven we ons niet te vrezen. Ik laat mij dagelijks informeren over het functioneren van deze instellingen. Ik kom nog net van het BOG, waar we even een korte ontmoeting hebben gehad met de mensen van de supply. Dus we zijn even bezig. Wij vragen de samenleving wat geduld. Er komt heel spoedig informatie en ik denk dat wij gaan naar een model waar wij ons vooral moeten focussen op bewustwording. We gaan mensen niet als zodanig kunnen thuis kunnen houden, zoveel als mogelijk. Integendeel, zegt de regering, we moeten naar een beetje normalisatie op een verantwoorde manier gaan. Maar de samenleving mag zich ervan bewust zijn dat de regering heel serieus kijkt naar COVID-19. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. Onze nieuwsdienst sprak hem vanmorgen op de stoep van het kabinet van de president. Ramadien is zich ervan bewust dat de COVID-19 gevallen blijven groeien. Hij vraagt de samenleving daarom zich te blijven houden aan de COVID-19 voorzorgsmaatregelen.